Michael Miskin, leider van het collectief van de Centrale van Landsdienarenorganisaties, wil dat er uiteindelijk eerlijke verkiezingen worden gehouden bij de CLO. De uitspraken gisteren gedaan door CLO-voorzitter Ronald Hooghart zijn volgens Miskin slechts geuit, omdat Hooghart verhit is en emotioneel reageert op het vonnis van de rechter. Meneer Hooghart was niet geïnteresseerd daarin en wilde dus doorgaan met het plan om dus vandaag verkiezingen te houden. Dat heeft de rechter gisteren gesteund. Ik neem aan dat hij dus misschien op dit moment wat emotioneel is en verhit. Maar als hij misschien weer tot zijn zinnen komt, dan wil hij misschien ingaan op het voorstel van Rafaxur CQ Zunder. Om dus toch een, laten we zeggen, van eerlijke en duidelijke verkiezingen te houden. Het vonnis om de verkiezingen vandaag niet door te laten gaan riekt volgens Hooghart naar misleiding van de rechter. Mijn kant ik wil besluiten om uit te gaan voor een briefje. En jij, alle briefje omschrijft in Hollands. We zijn Hollands, maar dat ding zit niet in onze body. Het is ons opgedrukt. Hooghart is van mening dat de verkiezingen zo snel als mogelijk moeten doorgaan. Als het aan hem ligt, is de strijd ver van over.